Hey, Manchester, we zijn een beetje laat ingejoined, maar dat maakt niet uit. Ik speel vandaag potje 10 damage op de map Stronghold met at the moment 1 van mijn favoriete wapens. Namelijk de XR2 met Elo Sight, Rapid Fire en de Stock Attachment. By far is het op dit moment mijn lievelingswapen, gewoon omdat het echt gewoon een chill wapen is om mee om te gaan. En ik schiet hier alles mis natuurlijk. Maar als je de Rapid Fire opzet, is hij nog iets chiller dan normaal. Maar zonder kan hij ook wel chill zijn. Komt hierin uit. Ja. Komt hier. Ja, oké. Okay, let's go. Die hebben we ook. Ik heb natuurlijk de mooie camo erop. Natuurlijk de Etching camo. Oftewel gewoon de Prestige. Of de Pack-a-Punch camo uit Black Ops 2. Dat is deze eigenlijk gewoon letterlijk overgenomen. Zit hier een links, team. Zit er een links hier. Told you. En daar ook nog een. Zo. Het is ongeveer een 2 round beurskill. Dus je moet 2 beursen in iemand schieten. En dan heb je hem. Best veel. Maar ja, als je gewoon een goede aim hebt. Dan kan je wel makkelijke kills oppakken natuurlijk. Ik heb er al 2 nucleus mee gehaald. Niet dit weekend, maar gewoon in het algemeen al. Ik heb dit weekend helemaal geen Call of Duty gespeeld. Dat is niet waar. Ah, oh, ik had bijna mijn streak. Kut. Dat is niet waar trouwens. Ik heb wel Call of Duty gespeeld. Alleen in de livestream. Maar daar heb ik geen nucleus in getropt. Dat had ik wel een 20 streak trouwens. Als je bij de livestream was in ieder geval. Maar het is een pittig lekker wapen. Al vind ik het zelf. Ik heb ook mensen gehoord die vinden dat het een heel kut wapen is. Maar het is ook maar net hoe goed je met een wapen om kan gaan. Ik kan bijvoorbeeld weer heel slecht met de HVK-30 omgaan. Bijvoorbeeld. Ik kan er ook wel mee omgaan. Maar ik heb niet echt een wapen waar ik niet mee om kan gaan. Oh, sexy kill daar. Achter ons. En hij craft die spiked ons. You're right. Oké. Dat mag allemaal. Dat mag allemaal voor de korte video, want het was een playing game. Maar ik moet echt game video's maken. Ik heb een beetje druk met school natuurlijk ook. En ik vlog natuurlijk elke dag. Dus het is een tweede video. Het is een extra video. Die komen natuurlijk, zou je weten, komen elke dag 2 video's online. Dus jullie mogen niet klagen. Genoeg te kijken natuurlijk. Gelukkig komen er ook nog game video's voor jullie. Daar heb ik wel rekening mee gehouden, weet je. Want er zijn natuurlijk ook nog mensen die naar mijn game video's kijken. En ik denk nog wel aan jullie, weet je. Want ik vlog ook. De meeste mensen vinden de vlogs leuk. En ik vind game ook nog wel leuk hoor. Vandaar dat ik natuurlijk deze video nog voor jullie maak. Laat dan ook even een blauw duimpje omhoog achter als we 100 likes op deze video kunnen halen. Zou dat mooi zijn? Hier, zie je. Little bitch. Oh, kut, waarom? Huh? What the fuck had hij voor scope? Maar ik snap steeds niet waarom ik van wapen switchen. Let's go. Let's go. In mijn rug. Kom op, teammates. We gaan dit wel winnen. Kom op. En nu hebben we UAV. I don't fucking care. Wij kunnen ook wel wat. Kom maar. Kom maar bij papa. Oh shit. I'm right. Bye bye. Pak mijn spel erbij. Nee! What the fuck? Nee, we gaan dit verliezen. We moeten nog 8 kills in, nog 4. Ja, nee. Kom op. Ah, we hebben al verloren. Fuck my life. 86 onze eindscore. 3x1 natuurlijk. Maar ik ga hier gelijk nog 4 achteraan opnemen. Dus die is wel gewoon de goede lengte voor jullie. Vergeet niet zo'n blauw duimpje omhoog achter te laten. Help je mij enorm. 100 likes zoals er zijn. Abonneer mijn kanaal voor meer gaming video's en vlogs natuurlijk. Thanks for watching. En morgen weer 2 nieuwe video's voor jullie. Thanks for watching. Bye bye.